Geachte kijkers, ik sta voor de Dompelaar in Elsendorp dus. Het is vandaag zaterdag 24 juni en het is een belangrijke dag voor Elsendorp, want de proeftuin wordt officieel van start verklaard, doorstart misschien wel, geopend zou je ook kunnen zeggen. Want al 5 jaar geleden zaten we bij Tini van de Wetering in de schuur op strobalen en werden aan mensen die toen al mee wilden doen aan die proeftuin, werden puzzelstukjes uitgereikt. En vandaag worden die puzzelstukjes gelegd als een soort symbool van de voltooiing van de plannen. Voltooiing in die zin dat de plannen voltooid zijn. De uitvoering, die moet veelal nog gaan geschieden. Het heeft alles te maken met de leefbaarheid van het platteland. Het heeft alles te maken met boeren die stoppen en die toch nog een inkomen moeten hebben. Een vervangend inkomen. Er zijn allerlei plannen om die vervangende inkomens daar waar de schuren gesloopt zijn, om die dan op te hoesten en ervoor te zorgen dat mensen vooruit kunnen. Er zitten prachtige plannen bij, voor het buitengebied met name, maar het zal ook zijn weerslag hebben op het dorp Elsendorp zelf. En alles bij elkaar kun je dus zeggen dat, ik zei het zojuist al, dat de leefbaarheid een enorme positieve duw krijgt. Kleine dorpjes als Elsendorp hebben dat ook nodig, want de leefbaarheid in de kleine kernen, dat weet u denk ik ook wel, staat altijd onder druk. Maar in Elsendorp doen ze er van alles aan om ervoor te zorgen dat die druk zo klein mogelijk blijft. We gaan zo dadelijk kijken naar het leggen van de puzzel. Dames en heren, ik heb van de cameraman toestemming gekregen om te mogen beginnen. Licht was heel belangrijk. Het gaat niet om mij, maar het gaat vooral om die kaart hierachter natuurlijk. Laat ik namens mijzelf spreken. Ik denk dat wij hier vandaag een historisch moment tegemoet gaan. Daar kunnen we later op afrekenen. We zijn ooit begonnen met een schubsteel met een puzzelstuk erop. Ik heb er vandaag trouwens van niemand gezien. Dus waarschijnlijk is er toch al mee gewerkt. Misschien wel voor andere doeleinden of verkocht, hoor ik dat goed zeggen? Ja, dat kan ook. Nee. En vandaag, we hebben wat moeten bedenken van hoe gaan we dit nou doen. En toen viel het puzzelen. Ja, het wijst zichzelf eigenlijk. Hier staat een stuk van Elsendorp. Dit, even voor de mensen, dit is de zuidkant, Elsendorpseweg. Er gebeurt niet zoveel, tenminste in de toekomst niet, of minder. En daar is het waar het vooral om gaat. En toen hebben we gezegd, goh, als we dan eens de locaties van de deelnemers die hier vandaag aanwezig zijn, uit laten snijden. En die gaan het puzzelstukje leggen. Dus het is gewoon symbolisch bedoeld, uiteraard. En daarmee is dan, ja, in feite de afsluiting van, wat zal ik zeggen, de voorbereiding van de proeftuin, wat ons betreft, klaar, Willy. Het was ook even de vraag, ja, hoe is het nou eigenlijk begonnen? En dat weten we niet precies. Misschien is het wel in Den Haag begonnen, dat Den Haag heeft gezegd tegen de provincies, of de provincie Brabant, dat weet ik niet. We hebben dit probleem, als jullie er zo over na gaan denken. Hoe dan ook, het is via de gemeente in Elsendorp terechtgekomen en later is het waterschap aangeschoven. Wij zijn eraan begonnen en toch wel weer een voorwaarde die wij zelfs op zeggen, wij willen er best wat tijd in stoppen. Maar niet voor gratis, maar niet voor niks, zeggen we wel eens. En dat is gelukkig akkoord bevonden, dus op basis van gelijkwaardigheid zoals dit. Dus laten we beginnen. We hebben een dik half uur de tijd. Ik ga er gemakshalve vanuit dat onze gedeputeerde en onze wethouder aan het eind nog iets gaan zeggen. En Peter misschien ook namens waterschap. Daar kunnen we wel even over nadenken. En dan wil ik beginnen met de provincie, Erik Ronnes, om jou uit te nodigen. Want hier zijn gaatjes die gevuld moeten worden. Helemaal goed. Kijk eens, nou, en ik denk dat die ergens hier past. Zullen we hier nog hebben? Nou, we gaan het zien. Dat hebben wij ook al vaak gezegd, dit moet passen. En vervolgens dachten wij, toevallig of niet, hè? Ja, dachten wij een stap vooruit te zijn. En daarna moesten wij weer 2 stappen terug. Dus misschien gaat dat ook wel gebeuren. Willeke. Oh, kijk, ja. Ja, oh, kijk. Ja. Dat zeiden wij ook. Dat hebben wij vaak gezegd. Zou er logica in zitten? Kan ook ooit zijn, hè? Hey. Ja, het is de goeie. Ja. Mooi. Dankjewel. Onze voorzitter van het dorpsvolweg Elsendorp, die mag ook zijn best doen. Dan gok ik deze.
Kijk. Dorp, small village, great people. Goed, dankjewel. Peter. Dan gaan wij de zaak waterdicht maken. Heb ik net gejat. Waterdicht. Ja. Dus bedankt daarvoor. Ja. Dankjewel, dankjewel. Toen hadden we de partijen aan tafel en toen begon het spel. En dat heeft een jaar of zes onderhand geduurd, denk ik. Precies weet ik het niet eens. En het vorig jaar stond er op 22 maart, als ik het goed heb. Ja, 22 maart stond er een stuk van onze Rijksadviseur Janne-Marie de Jonge. Grote ingrepen in het landschap zijn onvermijdelijk. Maar de kop was de wederombouw. Dus dat sloeg volgens mij op de naoorlog. Dus de wederombouw van Brabant wordt een revolutie. Wat ik niet begreep en nog niet weet, was dat bedoeld politiek of was dat het karwei? Ik heb die man gebeld, Frank van den Heuvel geloof ik, en gezegd, is toen de proeftuin gevallen, het begrip of woord of net wat je noemt? Nee, zegt hij, helemaal niet. Ik zei, oké, dan komt dat nog wel een keer. En in feite ja, waren wij daar al mee bezig, liepen erop vooruit, of hoe dan ook. Nou, vervolgens zijn we heel veel vergaderen, heel veel overleg. We zijn naar de provincie geweest. Dat het gras zo hoog stond op het parkeerterrein vanwege de corona. Er mocht niemand komen, maar toch zijn wij er een paar keer geweest. En ik kan er natuurlijk nog een uur over vertellen. Dat ga ik niet doen. Wij hebben het, en dat wil ik toch wel even kwijt voordat ik het vergeet. Ik vind de grote winst, heb ik al eerder gezegd, is dat de overheid, laat ik het zo zeggen, mag ik toch wel zeggen, ook geluisterd heeft naar het volk. En ik heb het al vaker, ik heb het ook uitgesproken waar jullie bij waren. Ik heb het al vaak over niet burgerparticipatie, maar overheidsparticipatie. Ik nodig nou op willekeurige volgorde een deelnemer uit van de stukjes die hier liggen. En ik bepaal de volgorde. Ik begin hier. Toon en Annemie. Kijk, past. Bedankt, bedankt. Mag ook, hè? Ja, dat mag ook, ja. Ja. Dan ga ik naar die kant. Tini van de Wetering. En dat was een varkensbedrijf. Tini is, misschien is het wel goed om te zeggen, is ZZP'er, metselbedrijf. En zat illegaal te wonen. Dat bedoel ik niet persoonlijk, maar dat is gewoon het grote verhaal. Kijk. Helemaal goed. Ik dank u. Jan Donkers. Jan die groeide er thuis uit. Niet als persoon, maar met zijn bedrijvigheid. en ook voor Jan is die heeft zelf een heel mooie oplossing gevonden. Jan, kijk maar wat er past. Ja. Ja, perfect. Frans. Frans is ook al aan heel veel karweien en projecten getrokken. Die weet wat het is. En die ons vaak zegt, dit wordt een lange weg. Ja, jij moet jouw locatie kennen natuurlijk. Dat is beter. Hij herkent zich, gelukkig. Gelukkig. Ik kom er wel in, dus... Ja. Het was toch allemaal al gepassen en gemeten, dus... Jelle, ja. Goed zo, dankjewel. Thijs van Langveld, een van de koplopers. Kassenbouw voor degenen die het niet weten, of nog niet weten. Bij Thijs wordt al business gedaan in de kassen. Zeker. Kijk, ja. De investeringen moeten toch weer terug uiteindelijk. Kijk, herkenbaar. De nieuwe kassen al. Heer Twan. Dat is een volle gang. Nou, dan blijft aan mezelf over. Dan nodig ik Tijm uit en moeder Rianne. Dat is de vrouw van Stijn Hages en het derde geslacht Hages. En die is bereid gevonden om hier voor zijn eigen toekomst het stukje in te leggen. Goed zo. Dankjewel. Goed, past die? Mooi, 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 mooi. En dit is ook wat we vaak gepromoot hebben, ook in Den Bosch. En gezegd, die volgende generatie die hier nou wel aan de gang is, die moet blijven. We hebben ook een voorbeeld van een bedrijf. Ik weet niet precies, een jaar terug is die vertrokken uit Elsendorp.
Ik hoorde van de voetbalvereniging, daar was je eerst sponsor. Ja, daar stopt hij mee, want die heeft geen belang meer in Elsendorp. En is het altijd de vraag, ja, wie dan? Hè? Want die vereniging moet overeind blijven. Dus daarom, een van de, ja, en daar zit de jonge generatie, daar hebben we ons eigen echt druk voor gemaakt, dat die de kans en de mogelijkheid krijgen. Ja, dan geef ik het laatste woord. Volgens mij ben ik niks vergeten. Aan Erik. Laatste woorden, nou, een van de laatste woorden aan Willeke en Peter. Hoe jullie het ervaren hebben enzovoort. Alsjeblieft. Nou ja, dankjewel. En laat ik gewoon beginnen om jullie allemaal te feliciteren. Het is een lang traject geweest. Ik weet nog, mijn voorganger Erik van Merrienboer is als portefeuillehouder begonnen met de proeftuin. En toen ik begon, toen was midden in de coronaperiode. Dus wij zijn eigenlijk via de digitale schermpjes hebben we de eerste contacten gelegd. En dan is het toch wel dit soort processen, dat moet je eigenlijk gewoon, dat je elkaar gewoon recht in de ogen kunt kijken en dat je aan tafel zit. Dat is gewoon veel beter. Dat was toen niet. Maar toch hebben we elkaar heel erg goed weten te vinden. Niet alleen de mensen hier vanuit Elsendorp, de betrokken, Tini, Willy, maar ook het waterschap, de gemeente en de ambtelijke ondersteuning, zowel vanuit de overheden. Is dat gewoon echt wel als een warm bad ervaren om dit traject in te gaan. Voor ons was het met name ook de leereffecten die wij hieruit wilden gebruiken om ervaring op te doen met het werken richting de nieuwe omgevingswet. Hè? Dus het ronddiep en breed oppakken van opgaves in een gebied. Kijken van wat je met maatwerk kunt doen om te zorgen dat het collectief juist sterker wordt. En dat liep niet altijd, het liep niet altijd vanzelf. Maar goed, dat is ook als je in een pilot zit, in een proeftuin zit, dan heb je gewoon ook echt soms momenten nodig om toch even op die handrem te trekken of even twee stap of één stap terug en dan weer twee stappen vooruit. Maar uiteindelijk hebben we er denk ik wel veel van geleerd. En daarbij is gewoon ook mooi om te zien, en er werd al net gememoreerd dat er al een aantal initiatieven die al hun eerste stappen gezet hebben, dat het ook echt concreet heeft geleid tot perspectief voor mensen die in dit gebied wonen, werken en leven. En daar is het allemaal op begonnen. Het mooie is dat je daarin ook de opgaves die je waterschap hier zit, de gemeente, maar ook wij als provincie met onze provinciale belangen goed kijken van ja, hoe kun je daar nog wat aan toevoegen. Maar ook dat je aan die samenleving van die kern iets kunt doen. En door die zaken te combineren en bij elkaar te brengen, zie je dat er ook gewoon die kracht uit die gemeenschap ontstaat. En dat is gewoon erg mooi om te zien. Erg gefeliciteerd daarmee. Wij zullen ook dat wat we hier geleerd hebben, dat willen we ook verder brengen in andere gebiedsprocessen. Elsendorp, maar ook bijvoorbeeld Sundert, dat zijn voorbeelden die echt voorop gelopen hebben. De pioniers zijn geweest om ook bepaalde zaken uit te proberen. En je ziet dat het ook wel iets oplevert waar andere gebieden dadelijk ook wel met name het proceservaring die wij opgedaan hebben ook echt kunnen gebruiken. Ik hoop ook dat dit verder gevolg krijgt hier binnen de gemeente en dat het waterschap dit ook op een goede manier kan meenemen. Van harte gefeliciteerd met het resultaat. En laten we misschien over een aantal jaren nog eens terugkijken naar dit gebied. Van nou, wat was nou het gevolg van de beweging die toen gemaakt is? Wij proberen als overheden altijd mooi in structuren te denken en ook met doelen zaken voor ogen te brengen. Maar het gaat wel om de mensen die er leven, die er vertoeven, die er zijn. En ik probeer er altijd een hele, om dat ook centraal te stellen. Kijk naar de mensen die leven in dat gebied, naar de mensen die daar verblijven en de opgaves die daar liggen. En dan kom je een heel eind. Dankjewel voor de samenwerking. En we gaan elkaar vast nog in vervolgtrajecten zien. Toch ook wel Tini, Willy, karttrekkers in goede tijden en slechte tijden. Complimenten daarvoor. Dankjewel. Ja, goedemiddag allemaal. En Erik zei het net al, midden in coronatijd begonnen en via de digitale schermpjes. Ja, en voor mij gelde het niet anders in januari 21 toen ik mocht beginnen aan deze mooie taak. En ik kreeg de schopsteel en het puzzelstukje over van mijn voorganger Anke van Exel. En die zei, laat het hier zeker staan en zorg dat je een ambassadeur bent van de proeftuin. En die rol heb ik zo goed mogelijk proberen te vervullen. Het is een proeftuin, een pilot. Het ging dus niet zonder slag of stoot, maar ik
ik vind het super fijn dat we hier met z'n allen zitten. En dat we dit wel tot een mooi einde hebben kunnen brengen. Het draait uiteindelijk toch om jullie en om jullie buurtgenoten en om de inwoners van Elsendorp. Elsendorp is een klein dorp waar we voor moeten waken dat daar de leefbaarheid op hetzelfde niveau blijft of op naar een hoger niveau komt. En ik denk dat de proeftuin daar echt een heel mooi initiatief van is. Waarmee je samen met het buitengebied, maar ook met de mensen binnen de bebouwde kom, tot de initiatieven kan komen en de meerwaarde voor de ondernemers in het buitengebied ook weer terug kan brengen voor de inwoners van Elsendorp. Dus al met al echt een hele mooie pilot en ik ben blij dat, dat we hier zitten vandaag om het te vieren. Ja, ik wil jullie ook allemaal feliciteren dat deze mijlpalen behaald zijn en dat jullie nu aan de slag kunnen. Willy en Tini, bedankt voor al het zaaien in de proeftuin, maar ook het water geven en het wieden. En natuurlijk ook jullie als initiatiefnemers het wachten. Want ja, als je een zaadje in de grond stopt, dan is het nog niet meteen klaar om te oogsten. Maar nu is wel die tijd zover. En ja, veel succes met oogsten. Niet jullie allemaal alleen maar als eerste initiatiefnemers, maar heel Elsendorp. Ik hoop echt dat jullie daar de vruchten van gaan plukken de komende jaren. Dankjewel. Ja, misschien toch even goed om uit te leggen wat een waterschap nou in een relatief vreemde bijt aan het doen is. En dan praat ik al een aantal jaren terug, want die schop die heb ik nog op mijn kamer staan, want ik was er al wel bij toen. We hebben ook nog een keertje spijkers in een stuk hout geslagen, hè, met Erik van Merrienboer waren we daarbij. Maar de reden waarom het waterschap graag bij dit soort initiatieven betrokken is, heeft ermee te maken dat we eigenlijk vanuit een pure waterbeheerder, hè, we zorgen ervoor dat we water van A naar B krijgen, niet te veel en niet te weinig, ons aan het omscholen zijn, ons aan het omvormen zijn naar eigenlijk een wat bredere overheid. Daar zit een reden achter waarom we dat aan het doen zijn. Dat is namelijk de klimaatverandering. Ik denk dat er nog maar heel weinig mensen te vinden zijn die denken van nou, dat valt allemaal wel mee met die klimaatverandering. Ik roep eventjes in de herinnering dat we nog geen maand geleden, begin van mei, na een heel nat voorjaar, eigenlijk net een klein beetje te veel water hadden. Het viel niet mee om op dat moment aardappels en uien in de grond te krijgen. En nog geen maand later zitten we al in een situatie dat we naar de eerste onttrekkingsverboden toe moeten. En dat is niet zomaar een keer een jaar in een reeks van jaren. Maar als ik u eventjes terugneem, dat was in 2018, 2019, 2020. 2021 was een klein beetje een normaal jaar. In 2022 hadden we weer een hele droge periode. En 2023 varieert het klimaat ook. Nou, en dat kunnen wij als waterschap alleen goed onder controle krijgen als we samen met u, inwoners van dorpen, maar ook inwoners van het buitengebied, aandacht besteden en hoe gaan we daar nou zo goed mogelijk mee om. Hoe krijg je nu water geïnfiltreerd in een bodem? Hoe krijg je het zonder overlast uit een kern weg? Nou, en vandaar dat wij als waterschap aangesloten zijn bij de proeftuin. En ik wil ook iedereen danken voor de gelegenheid daartoe. Want het is voor ons als waterschap een hele leerzame ervaring geweest. Dus dank jullie wel daarvoor. Stiekem, helemaal onderliggend, had ik er ook nog wel een andere reden voor. Ik woon zelf in de Leneveen. Nog een iets kleiner dorpje als Elsendorp. Bij ons wonen 800 mensen. Ik ken Tini al wat langer. Nou ja, Tini, persoonlijk even in jouw richting. Ik misbruik jou te pas en te onpas. Om datgene wat jullie hier uitgevonden hebben schaamteloos te kopiëren naar Leneveen. Daar wil ik jou persoonlijk voor danken. Dat geldt natuurlijk ook voor Theo. Hartstikke dank dat we iedere keer vanuit het dorp welkom geweest zijn om de best practices die jullie hier hebben uitgevonden, om die daarvan te leren, om die over te nemen. En dan kan ik jullie mededelen dat onze dorpscoöperatie een aantal maanden geleden van de grond afgekomen zijn. En in navolging van jullie dat we nu ook met een energiecoöperatie van start gegaan zijn afgelopen woensdag. Dus ook even als persoonlijke noot, dank jullie wel voor de inspiratie. En namens het waterschap, u allen dank voor de welwillende manier waarop jullie met ons hebben willen samenwerken. Dank jullie wel. Ja, dan mag ik het officieel gedeelte ongeveer afsluiten. Ik wil even terugkijken ook toch nog. We zijn ooit met de huifkar begonnen met Erik van Merrienboer, beland in de schuur bij Biemans, Prei.
poosje later bij jullie inderdaad, Tini, hè? Gewoon in strooi. Hè? Ook een mooie manier om een momentje te mijlpaal er neer te zetten. Later nog een keer bij de familie Hages, waar we inderdaad nog op een groot houten blok nog wat spijkers in hout hebben proberen te krijgen. En door de jaren heen, ik denk ongeveer vanaf 2015, 2016, zijn we dus beland nu dat we het bestemmingsplan voor Brede Rijkwijde rond hebben. De overgrote meerderheid, bijna alle raadsleden waren er uiteindelijk mee eens. Hè. Het heeft ook even nog wat inspanning gekost, maar ik denk dat het resultaat er mag zijn. Dat is klaar, hè, om het zomaar eens te zeggen. Maar nu begint de volgende fase. Dat is gewoon, hè, jullie kunnen aan de slag als ondernemers. En wij hopen dus ook dat gewoon meer inwoners, ondernemers vanuit het buitengebied, samen met jullie, met de ZLTO, aan de slag gaan. Hè. Er is over gesproken om een werkgroep te formeren, om alle thema's die spelen in het buitengebied nadrukkelijker op de agenda te krijgen. Ik denk dat we er vanaf nu ook aan kunnen gaan werken samen met de gemeente en waar mogelijk provincie en het waterschap. Dat heb ik niet precies in beeld. Maar, want ja, er staat nogal wat te gebeuren. Dat is niet uniek, want ik wil maar zeggen, we hebben nooit een reconstructie gehad. We hebben nooit een herverkaveling van het buitengebied gehad. Dus ik heb wel het idee, iedere 20 jaar gebeurt er wel iets in dat buitengebied dat het toch weer op de schop gaat. Daar gaan we volop mee aan de slag. Ik dank jullie voor de aanwezigheid. We hebben nog voor de deelnemers een groter puzzelstuk als die hier nou op het bord geplaatst zijn. Tini, wilde jij die even uitnodigen aan de deelnemers? Die mogen jullie mee naar huis nemen. En dan sluiten we het formele gedeelte hierbij af. Jullie mogen gewoon blijven. Wij vertrekken dadelijk richting de hal. Daar hoop ik ook dat nog meer Elzendorpers dadelijk binnenlopen. En dan treffen we elkaar daar. En anders wel thuis.